Bedankt. Ja, superleuk. Ja, dank. Ja, vergeet. Dinsdag 4 februari en vanochtend is het arts geweest en we mogen gewoon naar huis. Yay! Oh, ze doet het ook zo goed. Ze heeft echt de afgelopen 24 uur alleen maar een flesje leeg getikt. Nu ook weer. Terwijl ze daarvoor nog even aan de borstvoeding aan de borst heeft gezeten. Dus echt heel veel sprongen alweer vooruit. Ook een stuk zwaarder geworden. Dus het is nu echt een baby voor mij. Wel helemaal kapot nu, maar ja, echt zo blij. Morgen naar huis. Yay! Dus ik ben al een beetje aan het pakken. Dus weer leegmaken. En dan morgen eind van de ochtend, als het goed is, dan is het zover. Ik ga zo meteen al naar huis. Om even de spullen thuis ook even in orde te maken nog. Kleine dingetjes. En dan thuis slapen. En dan morgen met Jacco deze kant op. Yes, 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 yes. Kleine strijder. Het is 5 februari, 7:50. En speciale dag, want Alexa komt thuis. Ik heb gistermiddag ben ik wat eerder uit het ziekenhuis gegaan om hier de boel nog heel even strak te trekken. Vind ik zelf. De commode stond bij Kendra. Stond eerst een andere commode, maar die was eigenlijk te laag. Zeker voor Jacco. Dus we hebben die van Kendra hier naartoe gezet. Naartoe verplaatst, moet ik zeggen. En een beetje weer netjes opgeknapt. En nou, voor de rest ook even de kleertjes weer even netjes gelegd. De pukkenbaby is klaar. En het moet allemaal nog gedekt worden. En de kleden. Maar als het goed is, komt Joke ook vandaag of morgen. Dus die kan daar even bij helpen, want ik weet echt niet meer precies hoe dat zit. Maar ze is klaar om thuis te komen. Yay! Alexa komt thuis. Oh, ik heb ook echt heel rustig geslapen. Oh, fijn. Ja, we gaan. Heerlijke gebakken, Jax. Heerlijk, man. De hele dagen nou in de keuken gegaan. Waar is het voor? Is die gebroken? Nou, dat is goed. Oh. Ah, een beetje weg. Voor het verzorgend personeel. Ja. Van Alex, hè? Ja. En van mij. Ik krijg mijn oude Jan heen. Oh ja. Nou, een van de laatste keren. Ja. Onze woning. En echt feestelijk moment. Zo, dan gaan we eens even kijken hoe de kleine meid heeft gedaan vannacht. Nou, Alexa, je gaat lekker naar huis. Ja, lekker naar huis vandaag. Heb je honger? Wel een beetje vroeg hoor. Nou, eens even kijken. Gisteren voor het laagst gewogen. Dus ik denk dat we zo meteen nog een keer gaan wegen. 4-2, 24-10. En ze komt van woensdag 15-1, 17-50. Eens even kijken hoor. Lengte 46. Mini. Ja, kijk dan. Geweldig. Oh, wat leuk moment dit. We denken echt aan Kendra. Aan Kendra toen ze wegging. Ja, inderdaad, ja. Ja? Nou, daar gaat ie. Wat is dat dan toch? Nee. Dat is een verrassing. Ik ben niet precies bij de lopen. Mooi, ja, ik zag het, ja. Ik ga de deur dicht, maar ik ga er daar vandaan rijden. Oh.
Gooi je zo wel even. Ik heb gewoon een baby. Ja. Heb je een leuke baby er is? Baby, ik heb gewoon. Nou, we zijn lekker aan het puzzelen. En Kim heeft deze puzzel cadeautje van mijn ouders. En die hebben voor elke dag hebben ze voor haar een cadeautje. De komende puzzel! De komende week, ja, hè? Dat is wel een puzzel. En ook voor mij, deze mand is voor mij, dat ik elke dag een cadeautje uit mag pakken. Een soort kraampakket. Dat is wel heel erg leuk. En Kenda heeft deze keer een puzzel. Toch, Kenda? Ja. Kenda is gekke puzzels. Zoals de Hoezo Pip puzzels en de Boomba puzzel. En nu dus deze. Ik ga lekker even met de puzzelen. Maar dat is dus wel heel erg grappig. Dus we hebben echt allebei onze eigen mand. En dan kunnen we elke dag voor een week lang, volgens mij, als ik het zo zie, een cadeautje uitpakken. Voor onze verlaten kraamweek. Ik heb een opa en oma. Yo, eenhoorn. Oh, eenhoorn. We gaan puzzelen. Panna, panna. Ja. Ik ben panna. Ja, Winnie de Poe is dat? Nee, panna. Oh, nee, sorry. Het ja, is panda, is goed. Dit is wel mooi, denk ik. Ik ben mijn kleine ster. Die straalt de hele dag. Yes, Nautilus. 4 weken oud is ze. Maar volgens mij hebben ze ook gezegd, als je zo ver bent en zo goed voelt, dan mag je het gewoon proberen. Of dat maak ik er misschien ook wel zelf voor trouwens. Maar ik ga lekker weer sporten. Want ik voel me dus wel heel goed. En wel natuurlijk heel rustig aan. Ik begin op de loopband. En ook echt maar 2 minuten, een half uurtje denk ik, zoiets. Dus, maar het is zo fijn om weer even wat te doen voor jezelf. Ja, dat klinkt heel egoïstisch. En ik ben ook heel blij dat de meiden thuis zijn. Maar dit heb je soms ook even nodig. Moeders begrijpen me wel. Ik ga lekker sporten. Omdat ik toch energie verdiend heb. Even cake gebakken. En Tienes kwam net even langs. Die heeft lekker zuurkool gemaakt. Ach, dat is toch top als je genoemde eten kan brengen. Ik deed sinds, sinds een jaartje doe ik het ook. Maar dan komt te maken pizza. Want ja, meer kan ik ook niet zo heel veel. En dat weten ze ook. Maar het komt omdat Tienes toen een keer, ja, toen mijn meiden bij Kendra. En toen merkte ik van, oh, dat is echt super fijn. Dus toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Dus sindsdien probeer ik ook voor vrienden eten te maken als ze bevallen zijn. Dus ik moet nog nu naar Jansen, want wij waren ongeveer om de bij dezelfde tijd. Dus, Oh, Kenda, wat is dat? Ja. Hoe heet dat? Een liedje. Hagel. Hagel. Ja. Liedje. Oeh. Oh. Gaat hard, hè? Dit hebben we doen maken. Nee. Baby Alexa dan? Dinsdag 25 februari. Morgen is Jacco jarig. En het is de eerste keer dat we naar buiten gaan met de kleine meid. Want
Ze mocht nog niet eigenlijk. Nou, misschien nu ook nog niet helemaal. Nou, jawel. Ja, ze kan prima temperatuur. Hij is lekker ingepakt. Maar het was ook echt heel slecht weer de afgelopen weken. Dus nu de zon. Ik dacht, ik ga niet weer een dag binnen zitten. En erbij, ik was ook afspraak bij de verloskundige vergeten. Dus ik moet sowieso even een auto regelen. En die ook. Dus ik hoop dat mijn moeder of mijn vader eventjes wil oppassen. Kleine gaatje houden. Plannen is ook een vaardigheid. Kom Kenda, we moeten gaan. Zo, rustig en jaren. Hoera, hoera. 33. Kijk of de taart er is. Deze is ook mee. Voel je een beetje jarig? Ja, ja. Het hele gezin de stad in. Ik ken het heel goed. Luistert goed. Ja. Lekker taartje. Oh, ja. Kijk eens. Hoe is dat? Je op de taart. Oké. Dan raad je taart. Oh. En we zijn weer in het mama-centrum. Deze keer alleen om een map op te halen. Superleuk, dus een dagboek. En hebben we alle verpleegkundigen en zo wat ingeschreven in Zwolle al. En nu ook in Harderwijk. Dat is wel heel grappig. En ja, het is toch heel apart om toch weer even hier te zijn. En dat we gewoon naar huis kunnen. Toch? Zeker. Yes. Maar verder alles goed. Toch is afspraak gehad. En Alexa doet heel goed. Ligt zelfs een beetje voor zich, zei ze. Dus we mogen echt niet klagen met onze kleine strijden. Nou, lekker nu naar huis, lekker naar Kenny. Dat was februari. Het is weer een innoverende maand geweest. Met deze. Oh, wat is dat hier? Nou, ze heeft honger, dus ik ga wel even snel door. Oh, liefjes, ja. En even schonen. Dit is maat 0. Dus even voor het gevoel, dat is ongeveer dit. Voor de meting. Dat is wel heel klein. Maar ja, innoverende maand dus. Veel leuke dingen. Veel kraambezoek. En ook echt verwend zijn we. Waaronder door de dames van Bodypump. Superleuk. En van Nautilus, juf Nel ook geweest. Hè? Je bent zo allemaal verwend, hè? Iedereen baby kijken. Ik hoop dat maand net zo sprankelijk het gaat worden. In ieder geval, ik hoop in ieder geval het weer ook. Ik ben wel toe aan wat zonnestralen. Jij ook? Nee, die is toe aan eten. Nou, dat was februari. Ciao!